De limieten van de markt, de slinger tussen overheid en kapitalisme en niet onbelangrijk die ondertitel, nieuwe editie na corona. Want dat willen wij graag weten. Welke nieuwe inzichten heeft u opgedaan het voorbije half jaar? Um, niet echt nieuw, maar, maar toch wel heel um, pertinent in die zin. Ik geloofde voordien ook al, en dat was trouwens een boek dat in de eerste instantie. Is verschenen, zestal jaar geleden, met dezelfde titel, de limieten van de markt. Er zijn limieten aan het marktmechanisme. Mm -hmm. um, maar zijn er nu het voorbij aan. En half jaar wat, er nu is verrast, bijgekomen, wat er nu is bijgekomen, dat is die coronaschok. En, en wat hebben we daaruit geleerd, en dat heb ik ook geleerd, dat is dat we hier een, een, een schok hebben gekend, die het systeem zodanig ontregelt, dat het eigenlijk een implosie kan kennen. Het ging in eerste instantie om wat de economen noemen een aanbodschok. Dus plots konden die ondernemingen niks meer produceren. Er waren geen componenten, die kwamen niet meer aan. De mensen konden niet op hun werk geraken. En dus de productie viel stil. Maar als de productie stilvalt, dan hebben de mensen ook geen inkomen meer. Kunnen ze ook niks uitgeven. Kunnen ze niet consumeren. En dus dat betekent dat andere producenten, ook niet meer zullen kunnen produceren. En we krijgen dan een neerwaartse spiraal die oncontroleerbaar is. En die groter is dan, dan na uw vorige boek? En ja, dat was wat we gekend hebben in de geschiedenis. Dat is de grote depressie van de jaren 30 van de vorige eeuw, waar we ook zo'n enorme implosie hebben gekend. En toen hebben de overheden totaal verkeerd gereageerd. Toen hebben ze gezegd, ja, we moeten de begroting in evenwicht brengen. Want als er zo'n schok is, die begroting... Die loopt de pan uit natuurlijk, omdat de overheid geen inkomsten meer heeft. En toen hebben ze dat proberen weer in evenwicht te brengen en de zaak alleen verergerd. Nu hebben we geleerd, dat is toch iets positiefs dat ik hier wil zeggen, nu hebben we geleerd, de overheid heeft geleerd, in zo'n situatie als de markt dreigt in te storten, moet je dat stutten. Hoe stut je dat? Wel, bijvoorbeeld door die... Tijdelijke werkloosheid, waarbij je eigenlijk zegt de overheid, gaat eigenlijk de lonen verder uitbetalen, zodat de mensen niet alleen kunnen overleven, maar ook kunnen consumeren. Zodat bedrijven die nog werkzaam zijn, ook kunnen verder werken. En ook bedrijven zelf door premies financiële steun rechthouden. Want als die ook. Te de dieper ingaan, ja, dan is er permanente schade aangericht aan dat systeem. En dus wat je daaruit leert is dat als de schok groot genoeg is, dat marktsysteem hulpeloos is. En een sterke overheid nodig heeft. Maar als ik zie in dat filmpje, alle partijen, ook de liberalen. Doen mee, doen beroep op de overheid. Ja, dat kan niet anders. Dus op een bepaald moment laat je dogma's vallen. Als er een existentiële crisis zit, gaat het toch niet zeggen... Ja man, we moeten de begroting in evenwicht houden. Dat, 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 dat gaat toch niet. Dus je moet dan alle hens aan dek en dat systeem recht houden. En dat hebben ze gedaan, gelukkig. Dat is het positieve. Ze hebben dat gedaan, al die dogma's weggegooid mm -hmm. en massaal meer uitgeven en begrotingstekorten laten. Exploderen. En vergelijkt u dat dan eens met, met, de, met de bankencrisis? Is dat, is dat hetzelfde verhaal? Want ik, daarover heeft u geschreven: ja. he, de, de winsten van de banken die worden geprivatiseerd, de verliezen gesocialiseerd. Ja, hoe ja. zit dat, dat, dat met corona? Met corona is het toch iets anders. Hè? Dus de, bij de bankencrisis had je echt die bankiers die daar um, verschrikkelijke risico's hadden genomen om veel geld te kunnen verdienen. En als dat het dan in een kaart stort. Moest de overheid tussenkomen en dus dan werden de verliezen gesocialiseerd. Maar de winsten voordien, dat was geprivatiseerd. Dat was het perverse van dat systeem. Nu je, en dus toen konden ze zeggen: ja, die bankiers die hebben de verkeerde dingen gedaan. Dus die, die moeten eigenlijk afgestraft worden. Nu kunnen we dat toch niet zeggen? Nog van de bankiers, nog van de bedrijven, van niemand. Want dat is daar iets, een virus. En, en niemand is daar. Schuldig voor, natuurlijk, je kunt zeggen ja, schuldig verzuim, zijn, we allemaal moeten voorzien, maar dat is allemaal gemakkelijk te zeggen achteraf. Hè? Maar de feiten zijn, je kunt eigenlijk de schuldigen niet zo aanduiden. Zoals je ja, dat kon je doen met de bankencrisis, dan kon je zeggen ja, die bankiers, mm -hmm. nu kunnen je dat niet doen en nu moest je echt iedereen redden. En dat hebben we gedaan. En de rekening, bij wie komt die dan terecht deze keer? Wel, de rekening die zal, die zal niet bijzonder hoog zijn. Um, tenzij natuurlijk die, die crisis verder blijft doorgaan. Hè? Maar als u zegt ja. het zal anders zijn en de verliezen bij de bankencrisis worden gesocialiseerd, dan moeten ze nu bij iemand anders terechtkomen. Ja, maar nu zitten we in, gelukkig in een andere situatie, namelijk dat die overheid gratis kan lenen. In feite, de rentevoet is negatief. Dus dat betekent dat de beleggers de overheid eigenlijk betalen voor het privilege om te kunnen beleggen in die staatsobligaties. Dus... Je, zit, je zit toch met een begrotingstekort van wat is het, 50 miljard 50 voor 2020 miljard? Ja, maar je kunt dat financieren aan nul procent. Dus geen probleem. Gedurende tien jaar gaat ons dat niks kosten. Integendeel, de staat gaat daar nog geld bij verdienen. Gedurende tien jaar, natuurlijk. Na 10 jaar kunnen die rentevoeten gestegen zijn. en dan, dan gaat die rekening misschien wel worden gepresenteerd. Maar voor de volgende tien jaar zijn we safe. En dan zeg ik... Let's do it. Het alternatief, namelijk dat dat systeem in elkaar stuikt, is toch zoveel erger. En wat, wat moet er dan Want daar gaat het natuurlijk over. Het ja, is ja. tussen overheid en kapitalisme. We hebben het over de overheid gehad. Wat moet er met die vrije markt gebeuren volgens u? Wel, die vrije markt, en nu gaan we het misschien een beetje moeten verruimen ook naar andere dingen, zoals het milieu en zo, hè? en de ongelijkheid. Um, daar moeten limieten aan gesteld worden. Hm? Um, Bijvoorbeeld het milieu, daar, daar zien we dat bedrijven die het milieu schade berokkenen, daar eigenlijk onvoldoende de rekening voor moeten betalen. En dus dan heb je een instantie nodig, buiten de markt, de overheid die zegt, ja maar, jij hebt daar vervuiling gedaan, jij hebt CO2 uitgestoten bijvoorbeeld, wij gaan nu de rekening presenteren, jij moet nog... daarvoor betalen. En is het dan nog een vrije markt? Niks is absoluut, hè. vrijheid is nooit absoluut. Misschien hè. nooit wel geweest, toch? Het is nooit zo wit. het kan ook niet anders. De vrijheid van een onderneming om te produceren en schadelijke stoffen uit te stoten, die moet toch beperkt worden. Want uw vrijheid, mijn vrijheid, uw vrijheid wordt daardoor geschaad. En dus moet er iemand zijn, de overheid, die dat afweegt en die zegt, ja maar dat bedrijf schaadt zoveel mensen. We kunnen die vrijheid toch niet absoluut houden? We moeten daar toch beperkingen aan opleggen? En krijg, en die... je, krijg je dan nogal de voordelen van de vrije markt? Natuurlijk. Je kunt nog altijd de voordelen van een vrije markt hebben als je het op een goede manier doet. Als je bijvoorbeeld zegt aan die bedrijven... Kijk, we gaan u de rekening presenteren. Als je zoveel CO2 uitstoot, dat kost u zoveel per ton. We doen dat nu al voor een... Day voor een deel op Europees niveau, maar waarschijnlijk nog onvoldoende. Je gaat daar zoveel moeten voor betalen per ton, en dan gaan die mannen beginnen zoeken naar andere productiemethoden die minder CO2 uitstoten. En dan heb je het eigenlijk bereikt. Bovendien moet die overheid waarschijnlijk ook massaal veel investeringen doen in alternatieve energieën bijvoorbeeld of um, nieuwe vormen van produceren die die minder belastend zijn voor het milieu. Wat u nu zegt, dat betekent wel dat u het op Europees niveau moet doen, hè? Um, een aantal dingen wel niet, alles natuurlijk, maar een aantal dingen, CO2 bijvoorbeeld, dat zou liefst nog op wereldniveau gebeuren, maar dat is bijzonder moeilijk. Maar laten we toch proberen op Europees niveau te doen. Een evenwicht tussen vrije markt en overheid. Mevrouw Merks, wat denkt u? Ja, ik denk effectief. Uh, alleen wel interessante analyse natuurlijk, dat je ziet dat uh, effectief uh, gedurende jaren heeft men ons besparingen opgelegd omdat het budget in evenwicht moest zijn. En vandaag de dag effectief omdat het systeem niet mag instorten, en dat moet ook niet instorten natuurlijk, is de overheid daar ineens wel. Hè? Ja. Ja. Maar ik denk toch dat de vraag natuurlijk is wie gaat de rekening uiteindelijk betalen. En dus u hebt gezegd, ja we kunnen goedkoop lenen. Effectief, de staat kan nu goedkoop lenen en als de economie dan terug allez, beter. Gaat, dan komt dat in orde, maar ik denk toch dat het wel een, een, een vraag is die ook veel gewone mensen zich stellen: wie gaat uiteindelijk de rekening betalen? En uh, ik weet dat u ook voorstander bent eventueel van een uh, vermogenstaks. toch? Hè? En dat is blijkbaar. Allee, ja. ik vind dat ook heel positief dat u dat u als liberaal uh, dat zegt, want dat is wel een taboe natuurlijk hè, om, kan om, u om zich het daarover over te hebben. Ik wat hij ook schrijft dat je ze allebei nodig hebt: een sterke overheid, maar ook, want hij valt de vrije markt niet af. Hè? Je hebt ze allebei nodig, zegt hij. Ja, ik denk dat je effectief, je moet een, de markt uh, reguleren en, en blind vertrouwen op de vrije markt. Ik denk de coronacrisis, als die ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat we daar totaal niet blind op moeten vertrouwen. Hè. Het heeft zo lang geduurd, voordat wij hier mondmaskers hebben gekregen. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, de vrije, de, wij hadden natuurlijk veel sneller eigen productie bijvoorbeeld moeten kunnen opstarten en waarom geen overheidsproductie ook. En mijn vraag is natuurlijk... Maar dat is, dat is iets anders. Hij zegt ook wel, we hebben de vrije markt. Markt nodig. Ja, dus we, we hebben dat toch geprobeerd. Hè. De overheid die zelf gaat produceren. In het verleden hebben we dat zo dikwijls gedaan en dat is valikant afgelopen. En de overheid is geen goede producent voor de meeste dingen. Um, en, en dat kun je beter overlaten aan, aan de markt, de, de productie. En dan moet de overheid sterk staan om die producenten te controleren, om die te reguleren. Want als die, produ als die overheid zelf Gaan produceren. Dan, dan ontstaat een, een conflict of interest. We hebben dat gezien in Oost-Europa bijvoorbeeld. Die, al die productie dat was door de overheid. Maar de ja. politie was daar nog veel hoger dan maar bij ons. Als Kijk naar de medicijnenmarkt bijvoorbeeld. Allee, dan is er toch wel een zeer groot probleem als het onderzoek e eerst is al publiek en dan uh, gaat het eigenlijk geprivatiseerd worden eens dat we de klinische studies gaat doen, als er interessante brevetten zijn. En dan op de eindplaat heb je een medicijn, gelijk dat voor BBP, dat 1,9 miljoen euro kost. Goed, maar dat is ja, nog, iets, voilà. nog iets heel anders. Ja, maar dat is de vrije markt. Zonder maar, de pharma nee, ik... sta je vandaag ook nergens. Maar daar kun je wel het volgende zeggen. Als de overheid het fundamenteel onderzoek dat aan de basis ligt van die medicijnen, subsidieert en nog verderop die, die farmabedrijven subsidieert, dan moet op een bepaald moment die overheid kunnen zeggen ja, maar gij maakt daar nu veel winst mee. Wij gaan daar delen in de winst. Ja, en Wij dat gaan delen in de winst. Ja, ja. En dat, dat ja. moet mogelijk zijn. Zal, dat kan. Zal deze crisis ertoe leiden dat, dat er meer naar dat evenwicht gekeken wordt vanuit politieke hoek, denkt u? Of is, um, gaat dit iets tijdelijks zijn? Ik denk niet dat het tijdelijk zal zijn. Want natuurlijk, de, uh, de coronacrisis dat is iets tijdelijks, dat denk ik. We okay. gaan op een bepaald moment toch uh, vaccins vinden. En zoals de grote pandemie, de Spaanse grip van dat... 1918 19, dat is ook iets tijdelijks geweest. En we zijn dat praktisch vergeten in de, in de geschiedenisboeken. Hè? Maar wat niet tijdelijk is, dat is het milieuprobleem. Ja. Maar is dat, is dat urgent genoeg en, om, om dat ja, te Ja, dat is de vraag natuurlijk. Dus de urgentie is, wordt niet zo aangevoeld. Maar dat is natuurlijk iets dat veel ingrijpender zal zijn. En daar heb je veel meer nodig dat we een evenwicht vinden tussen markt en overheid, dat vandaag nog altijd zoek is. Omdat we niet de noodzakelijke maatregelen nemen om dat tegen te houden. En, en dus daar hou ik mijn hart vast. Hè? Goed, professor, nog één ding: we zitten, we, hebben, ja, we zitten met een tweede golf. We weten niet wat er nog komt, uh, of er nog golven komen. Wat moet de overheid daarmee doen in termen van ondersteuning van, van bedrijven, zelfstandigen? Gewoon voortdoen. Dus, um, als, als dus we zijn nu in een tweede golf. We weten nog niet hoe, hoe diep en ingrijpend dat, dat zal zijn. Maar het is dus ook niet uitgesloten. Dat er een algemene lockdown komt. Hè? We kunnen dat toch niet uitzuiden. Politici hebben gezegd, wij willen dat niet. Maar op een bepaald moment zou dat dus wel kunnen. U ja, schrijft daar dan wel in zonder al te veel voorwaarden, blijven die bedrijven ondersteunen. Tuurlijk, dat is een tijdelijk ding. Dus binnen, ik denk dat dat binnen een jaar of anderhalf jaar voorbij zal zijn. En als er nu weer grote economische schade komt ten gevolge van een tweede golf, dan moet de overheid opnieuw klaarstaan om te zeggen. wij gaan dat systeem stutten. We hebben de middelen om dat te doen. We hebben de financiële middelen om dat te doen. En we moeten niet aarzelen om dat te doen. Ja. Want aarzelen om dat te doen zal de zaak alleen maar veel erger maken. Krijgt u gehoor bij de politiek als u dat zegt? Als ik zeg dat het geld gratis is, ja. <laughs> dat is genoteerd. Goed, laten we vooral hopen dat er niet al te veel golven meer komen. Dat is, dat is nog het best van al, denk ik.